Hey Bart Valken hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 64. En dit is een boekachtergrond video animatie extra. In dit deel ah, heb ik allemaal laten zien hoe je animatie technisch kan aanpakken in Blender. Hoe je er vooraf een beetje creatief over na moet denken over animatie plannen. Je weet of hoe je camera's kan koppelen aan de tijdlijn. Dope sheet, graph edit, keyframe interpolatie, al dat soort dingetjes. Wow, we gaan eens eventjes een beetje uitzoomen. En een kijkje nemen bij een YouTube kanaal van iemand anders. Alan Becker Tutorials en die heeft... 12 hele toffe filmpjes gemaakt over 12 hele toffe animatietips. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting. Plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. En die gaan dus over de twaalf principes van animatie. En ik dacht, oh, die ga ik zelf ook maken. Maar waarom, als Alan Becker het al gedaan heeft, waarom zou ik het dan zelf helemaal overnieuw doen? Maar het is wel in het uh, Engels. De Nederlandse automatische ondertiteling trouwens is best wel goed. Ik ga het je zo laten zien. Maar ik heb ook een artikel gevonden met dezelfde twaalf animatieprincipes. Een artikel van Adobe waar hetzelfde staat. Maar dan gewoon in. En in het Nederlands. Laten we maar eens gauw een kijkje gaan nemen. En dit is de playlist van Alan Becker: Tutorials 12 Principles of Animation. Link op uh, makitsmedia.nl en ook hieronder in de videobeschrijving natuurlijk. Het zijn er twaalf. Uh, en de dertiende is één video met alle twaalf uh, uh, achter elkaar. Squats en stress, anticipation, staging, straight ahead, follow-through, slow in and out, arc, secondary action, timing, accuracy, solid drawing, appeal. En, en dus die hele film met alle twaalf tips in één keertje. Bijvoorbeeld uh, deze gaat over slow in and out. En dit uh, komt je ook bekend voor. Weet je nog? Die j curve waarin je dus die handles in de graph editor kan zorgen dat die in het begin. Langzaam gaat, op het eind weer langzaam in het midden in, dus uh, snel. Bijvoorbeeld uh, squash en stretch. Kijk, deze bal links die squash en stretch, die veel meer. En dus lijkt later ook veel uh, zachter, zeg maar. En deze is veel stijver, omdat hij dat dus nauwelijks heeft. Dus dit, dit is misschien een waterballon. En dit is dan misschien meer een, een bowlingbal zo. Nou, ik weet dat dit uh, getekend is. Maar deze principes, ja, die gelden natuurlijk ook gewoon voor 3D. Want met shape keys kunnen we ja, een vergelijkbaar effect natuurlijk ook uh, bereiken. En met scorch en stretch kun je dus ook ja, veel meer uitdrukking geven aan uh, gezichtsuitdrukkingen en uh, wat al niet meer. Of een dagje van exaggeration of overdrijving. Oké, okay, dit lijkt best wel een prima animatie, toch zo? Ja, hij slaat hem, het beweegt allemaal een beetje door. Maar deze is natuurlijk veel beter. Omdat de, deze is veel overdrevener. Hij, 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 hij haalt echt zijn hand. Kijk, hij gaat helemaal zo door naar achter. En dan boink raakt hij hem. En deze stuit het uh, veel verder naar beneden. Het wordt veel verder samengedrukt, zeg maar. Nou, dat is het principle of exaggeration. Zegt het goed? Ja, volgens mij overdrijving in het Nederlands. Nou, nog één voorbeeldje dan. Staging moet je kijken. Rob glijdt uit over een banaan en iedereen lacht hem uit. Oh, dat is zielig. Nou, als eerste is jouw aandacht op de banaan, dan het poppetje dat er aankomt valt en dan de lachende mensen. En dan dus dat hij dus het verdrietig vindt dat hij wordt uitgelachen. Nou, en dat werkt dus omdat je dus de aandacht stuurt één voor één en niet allemaal tegelijkertijd. Want als je dat in een verkeerde volgorde doet of alles tegelijkertijd, dan weet je oog niet meer waar je moet kijken en dan uh, werkt, het, werkt het gewoon niet. Dus zorg ervoor, kijk, daar er gaat alle Kant op je ogen weten niet waar je moet kijken, en het is gewoon geen leuke video, dus neem even 20 minuutjes de tijd en kijk ze allemaal. Maar vind je Engels een beetje lastig wat ik zeg? Die Nederlandstalige ontwikkeling is best wel prima, maar ik vind hier op uh, Adobe.com de 12 animatieprincipes begrijpen en een Nederlandstalig artikel met precies dezelfde um, animatieprincipes die zijn gebaseerd op het werk van Disney animators in de jaren 30, dus het komt gewoon direct uit. Disney uit de jaren 30 vandaan. Nou, daar is de animatie eigenlijk geboren. Dus hier squash en stretch, anticipation, staging, straight ahead en post to pose enzovoort. In een korte stukjes tekst vind je hier ook die twaalf principes terug. Maar het is natuurlijk veel leuker om deze korte video's direct in actie te zien van Alan Becker. Zeer aan te raden. Oké, okay, dat was hem voor deze video. Op naar de allerlaatste video weer van dit deel. Die delen worden echt steeds korter. Maar hey, we zijn aangekomen bij de, de, de grootste doelopdracht van deze hele blendertraining, training. Maak je animatie. En in de volgende video niet heel veel nieuws, maar één belangrijke tip over het makkelijk tussendoor opslaan van je blended projecten. Dus mocht er iets fout gaan, dat je de boel niet kwijtraakt. Dat ga ik je even laten zien, heel kort in de volgende video, nummer 65. Ik zie je daar. Mackie's